Hoe kan dat nou, hè? Dat er een God is die het goed met ons voor heeft en dat er zoveel mensen in Auschwitz zijn omgekomen? Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 6 predikanten niet in een God gelooft. Zo ook de atheïstische Zeeuwse dominee Klaas Hendriksen. Tijdens een mis in de christelijke Lokhorstkerk in Leiden probeerde Hendriksen voet aan de grond te zetten met zijn overtuiging dat God niet bestaat. Na de Tweede Wereldoorlog is er geleidelijk aan een God is dood theologie ontstaan. En dat heeft niks met de dood van God te maken, maar met de dood van de God van de kerk. Omdat heel veel mensen diep in hun hart ook niet geloven dat God bestaat. Alleen, we hebben het altijd maar zo gehouden. En ik ben een van de mensen die het gewoon hardop zegt. Maar daarbij niet stopt en zegt van, als we nou eerst eens vaststellen dat hij niet bestaat. Dat is wel gebleken, dat er geen God is die jou beschermt. Dat stamt nog uit het idee dat er ergens een God ver weg is, die op de een of andere manier zijn beschermende hand naar jou uitsteekt. Dat plaatje is inmiddels doorgeprikt. Dat is de God die niet bestaat. Wat ik volwassen afhankelijkheid noem, is dat we allemaal zijn overgeleverd aan omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Dus dat is niet alleen natuurverschijnselen, maar vooral ook andere mensen. Laura van Asselt, predikante van Lokhorstkerk, geeft aan dat ze de humoristische toon van Hendriksen wel waardeert, maar dat ze absoluut niet meegaat in zijn overtuigingen. Dus in eerste instantie waren wij helemaal niet zo onder de indruk van dat boek. Want wij dachten, ja, wij leven al heel erg vanuit het idee, iedereen heeft zijn eigen godsbeeld, zijn eigen godsbeleving. Want wij als vrijzinnigen hebben gewoon niet zo heel veel met dat zeker weten. Dus niet in het zeker weten dat God zus en zo is en dat hij daar en daar bestaat. En in die zin is het verfrissend dat iemand dat zo helder, want de gedachte is al heel oud dat God groter is dan wij kunnen denken, dat iemand dat zo helder opschrijft en ook zo humoristisch. Dus ik ga daar zeker in mee. Maar ik ga dus niet met hem mee dat hij zo stellig is in de manier waarop hij twijfelaars wegzet. Hij denkt ook echt dat die een reddingsboei nodig hebben. Hè? Dat ze echt weer tot God gebracht moeten worden door hem. En dat is niet mijn ervaring in ieder geval met de remonstranten en doopsgezinden hier in de gemeente. Ik denk dat heel veel mensen in ieder geval getriggerd zijn door die boodschap. Kun je ook in God geloven zonder dat die bestaat? En dat blijkt bij heel veel mensen aan te spreken.